Minister Polak Bigli op werkbezoek in Brazilië. Stoffelijke resten gevonden bij graafwerkzaamheden Zwarte-Hovenbrugstraat. En Nederlandse oppositie hekelt afschaffing referendum. Goedenavond, dit is het STVS-journaal op woensdag 21 februari. Minister Ildis Polak Bigli vertoeft momenteel in Brazilië voor een werkbezoek. Maandag is de bewindsvrouwe ontvangen door president Michel Temer. Tijdens deze ontmoeting is het belang van het versterken en verder uitdiepen van de reeds intensieve en bijzondere bilaterale relatie tussen Suriname en Brazilië en de Zuid-Zuid-relatie aan de orde geweest. Ook had minister Polak een ontmoeting met haar Braziliaanse collega Aloysio Nunes. Zij hebben een diepgaand overleg gevoerd en specifieke gebieden van samenwerking zijn benadrukt. Gebieden zoals de agrarische sector, milieu, gezondheid, onderwijs en capaciteitsversterking. Ook defensie en politie, samenwerking, cultuur en veiligheid kwamen aan de orde. Partijen hebben afgesproken de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie verder te intensiveren. Het ligt in de bedoeling dat het Braziliaans Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking, ABC, deze geïdentificeerde gebieden van samenwerking verder uitwerkt in concrete projecten. Binnenkort zullen vertegenwoordigers van ABC in Suriname vertoeven voor het concretiseren van de samenwerking. Minister Ildis Polak Bigli bezocht ook het prestigieuze diplomateninstituut Rio Branco, waarbij afspraken zijn gemaakt voor samenwerking met het recent opgezette Surinaams Diplomateninstituut. De directeur van Rio Branco zal binnenkort een werkbezoek brengen om deze samenwerking verder gestalte te geven. Vanmorgen zijn er stoffelijke resten aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden aan de Zwarte-Hovenbrugstraat. De werknemers van Baitali Groep, die daar het werk uitvoeren in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, moesten het werk voor enkele uren staken. De politie werd door de voorman op de hoogte gesteld en kwam ter plekke voor onderzoek. Een deel van de resten werd op het wegdek geplaatst, terwijl er nog een bot uitstak op de weg waar men heeft gegraven. Of het gaat om menselijke resten, moet nog uit het politioneel onderzoek blijken. De tweede fase van de werkzaamheden van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie aan de Zwarte-Hovenbrugstraat zijn gisteren van start gegaan. Wat er precies uitgevoerd zal worden, vertelt Raoul Swedo, hoofdvoorlichter OWTNC. We zijn nu bezig met een stabiele fondering om dus te voorkomen dat we later te kampen hebben met verzakkingen. Maar het hoofddoel waarmee we nu bezig zijn is dat wij dus de hoofdleiding, hoofdbuis, momenteel zullen vervangen. Eerder is er gewerkt met rond 50 kokers, maar we hebben dus anders over gedacht, waarbij we dus plastic buizen aan zullen brengen en waar nodig rond 80 en waar nodig rond 90. Er worden twee buizen tegelijk aangebracht, zoals ik het eerder zei, meer voor de stabiliteit van de weg en om het ontwateringssysteem vlotter te laten verlopen. Verder zullen wij dan overgaan tot het asfalteren van deze strekking en ook het aankleden van dus de banen, daar heb ik het over de parkeerbanen en natuurlijk ook de loopbanen. Het is een compleet pakket waar we mee bezig zijn. Men heeft het wegdek opengebroken en vanmorgen hebben de graafwerkzaamheden plaatsgevonden. Na de graafwerkzaamheden ging men van start met het plaatsen van de damwand om te voorkomen dat er afkalving plaatsvindt tijdens het werken. Alle duikers zullen vervangen worden door deze rond 80 en 90 buizen. Ook worden er verschillende koppelingen geplaatst om de afwatering zo een richting te geven. Na het plaatsen van de buizen wordt deze strekking van de Zwarte-Hovenbrugstraat geasfalteerd en opengesteld, waarna het volgende gedeelte wordt aangepakt. Het resort Latour zal dit jaar niet door de BVSS avondvierdaagse als wandelroute worden aangedaan. Dit bevestigt Percy Oliveira, voorzitter van de bedrijvenvereniging Sport en Spel. Hij zegt dat de politie heeft aangegeven onderbemand te zijn om de orde in Latour te handhaven tijdens dit evenement.
Ik ben bang dat we dus dit jaar, we hebben, dacht ik, 2 jaar geleden was er wel, dat we laten we dit jaar niet zullen aandoen. Op grond van het feit dat de politie, die geeft de garantie, niet wij. Wij geven geen garantie voor veiligheid, voor lopers en toeschouwers. Dat geeft dus de politie. En als ze dat aangeven, hoor je daar respect voor te hebben. Oliveira geeft verder aan dat dit besluit niet van de organisatie komt. Heel wat groepen en deelnemers komen zelf uit Latour. Dus het zou leuk zijn om de toeschouwers uit die omgeving te laten genieten van het wandelevenement. Naast het weghalen van Latour uit de wandelroute, heeft de BVSS voor dit jaar enkele organisatorische veranderingen gebracht aan de AVD. Een van de belangrijke nieuwigheden is dat de wandelmars een kleine naamsverandering is ondergaan. Het heet nou BVSS Fernandes McDonald Surinaamse Avondvierdaagse. We hebben dus de Vierdaagse gekoppeld aan ons land. Want als je hoort Avondvierdaagse, weet je niet waar het gehouden wordt. Als je nu hoort Surinaamse Avondvierdaagse, dan weet je dat het een activiteit is, een Surinaamse activiteit is. Daarmee beogen we gewoon uit oogpunt van nationalisme. We zijn trots op ons ding. En dat wij hiermee proberen ook de weg te openen naar buiten. Zodat er meer buitenlanders kunnen meedoen. Natuurlijk ook Surinamers. En het is natuurlijk belangrijk dat je dat ding koppelt aan je land. Dit jaar zijn de inschrijfgelden per deelnemer aangepast. Deze aanpassing is echter niet genoeg om de geraamde kosten van de wandelmars te dekken, zegt de BVSS-voorzitter. De reële kostprijs van de wandelmars, en wat is de reële kostprijs? Dat zijn de kosten die je maakt aan het evenement. Je hebt 2 kostprijzen. 1 vooraftrek van sponsoring. 1 vooraftrek van sponsoring, want de sponsoring is niet gegarandeerd. Dan zouden we komen gemiddeld, schrikt u niet hoor, tussen de 1900 en 2000 SRD zouden we per deling moeten vragen op basis van de kosten die je hebt. En we vragen slechts maximaal 50 SRD. En dat deel wat we van de sponsor krijgen met de inschrijfgeld is over het algemeen dan niet toereikend. Het enige wat je probeert te doen is te bezuinigen en de dingen te doen op break-even. Voor zaterdag aanstaande is er een meeting gepland met de verschillende deelnemers en stakeholders. DNA-lid Sylvana Afonsua vraagt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting om met oplossingsmodellen te komen voor mensen die gebruik maken van de basiszorgverzekering. Afonsua zei afgelopen dinsdag in het parlement dat het voor velen nog een leidensweg is om aan elkaar te komen. Het lid zei dat met name zwangere vrouwen vaker van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ik weiger om elke dag ambtenaar te spelen voor sociale zaken. Nog meer weiger ik om de minister van Sociale Zaken steeds een app te sturen voor dochterskaarten voor burgers. Ik ben voorzitter van de commissie van Sociale Zaken en ik doe het graag voor die burgers die het soms niet meer zien zitten. Maar dit is geen structurele oplossing. Ik heb vaker hier aandacht voor gevraagd. Voor de zwangere vrouwen. De regering had natuurlijk een maatregel getroffen waarbij de zwangeren verzekerd werden. En ik kijk tot de dag van vandaag uit naar een structurele oplossing voor deze zwangere vrouwen. Een gynaecoloog heeft mij gevraagd om dit wederom aan te kaarten. Ze heeft dagelijks verschillende zwangeren bij haar op de poli, waarvan er sommigen komen met een basokaart en ze vraagt zich af, mijn god, wat doe jij nou met een basokaart? En dan lopen er steeds andere zwangere vrouwen je de hele dag te bellen, te appen, te sms'en, dat ze maar niet in aanmerking kunnen komen voor een dochterskaart. Afonsua kreeg bijval van haar fractiegenoten Wendel Assadang en Frederik Venisi, die aangeven dat mensen in de verre districten dit probleem als lastig ervaren. Voorzitter, via de spreekster, voorzitter, willen we ook vragen van, er zijn mensen van het ministerie van Sociale Zaken in het binnenland. Wat voor werkzaamheden voeren die mensen dan uit wanneer die mensen in de districten steeds naar Paramaribo kosten
naar Paramaribo nog moeite besparen om naar Paramaribo te komen voor een kaart. Waarbij, zoals de collega aangeeft, mensen uren moeten wachten. En dan nog misschien met de boodschap weer naar huis moeten gaan of op een andere dag moeten komen voor een kaart. Dus graag, we willen graag weten wat het beleid is. En ik denk dat we die mensen al problemen hebben, heel veel problemen hebben om hun nog op te zadelen met extra kosten. En dan nog niet geholpen worden. Via u aan de spreekster, ik wil haar ondersteunen. Ik wil in deze vragen of er key mobile unit vooral op het boven Suriname gebied gestationeerd kan worden. Vooral op die RO-kantoren daar, want het is een groot kantoor met bijna 10 kamers enzovoort. Zo kan je doorgaan. Tenminste 1 keer per week of de afdeling van sociale zaken niet daar naartoe zou kunnen doen om dit in orde te maken. Waarom ik dit zeg, op hoofdkantoor van sociale zaken is er ook een afdeling van het district Sipaluini. Het hoofd van de RGD te Mungo, Aloysius Kunchbihari, zegt dat hij veel mensen op de poli krijgt die geen kaart hebben. Het gaat om mensen die de dokter vaker moeten bezoeken en juist niet in aanmerking komen voor de basiszorgkaarten. Wat mij gerapporteerd wordt door de patiënten, de cliënten, die als ze gaan naar gemene landsweg, denk ik, de basiszorg, dat het dan worden teruggeroepen en dan moeten ze weer op en neer reizen en het wordt niet geregeld. Ondanks ik soms ook toch brieven schrijf voor de mensen. Hè? Omdat bepaalde mensen, ik maak het mee. Ik weet wat de mensen een kaart nodig hebben. Ik als arts, ons team hier. We weten het. Er zijn mensen met een status, een beroerte hebben gehad. Dus dat noemen we status na 7 jaar. Die mensen bijvoorbeeld, chronische ziekte, de HT, bloeddruk, mensen met HIV die kaarten nodig hebben. Die mensen moeten eigenlijk geregeld kunnen worden, vinden. Oudere mensen gaan die huilen voor me. En mensen met tak biggie ganga, zeg maar, die mij kregen gewoon ja game. Dat mij vader niet dat er aan mijn kaart en van mijn schriftbriefje. Dus ik hoop dat dit toch een beetje onder de aandacht van de regering gebracht kan worden. Of dat ze toch een beetje toch wat kunnen doen hieraan. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal tijdens de volgende ronde ingaan op de gestelde vragen en opmerkingen van de volksvertegenwoordigers. Tot zover het Nationaal Nieuws. Goedenavond.